Deze mevrouw is de mevrouw die deze mooie hoeden ontwerpt. Dag mevrouw, hoe is uw naam? Mijn naam is Adèle en het label wat ik voer, dat is Chapeau d'Adèle. Chapeau met uitroepteken, omdat ik vind hoed af voor iedereen die een hoed opzet. Ik maak dus hoeden. Ik heb hier een beetje uitgestald wat ik in mijn mars heb, wat ik kan maken, wat mijn stijl is. Iedere modiste, hoedemaker heeft toch een beetje haar of zijn eigen stijl. Dit is wat ik kan en wat ik, wintermodellen, winterhoeden, zomer, casual. Man, vrouw. Man, vrouw, het kan allemaal. Waarin onderscheiden uw hoeden zich van de andere hoeden? Andere hoeden, bedoelt u dan hoeden uit de fabriek? Wij noemen dat, de hoedemaaksters noemen dat fabriekshoeden. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, wat is nou het kenmerk van uw stijl? Van mijn stijl? Ik hou van vrouwelijk, elegant. Ik heb een hele sterke voorkeur voor de 20er, 40er en 60er jaren. Dat zijn stijliconen als Audrey Hepburn. Deze hoed is een zogenaamde Tiffany hoed, noem ik het voor mezelf. Het is een verkleinde versie van de hoed die zij draagt, de zwart-witte grote hoed van Breakfast at Tiffany's. Ja. Dus daar is deze hoed op geïnspireerd. Ik heb daar deze hoed met de plooien. Dit is een hoed, dat noem ik mijn Mucha hoed. Dat is geïnspireerd op de jugendstilkunstenaar Alfons Mucha, rond 19e eeuw Parijs. En dan die lijnen, de vormen, daar haal ik mijn inspiratie uit. En met name ook 60er jaren Audrey Hepburn en de 40er jaren, 20er jaren, de dophoedjes. Maar zoals je ziet is er geen eenduidige lijn in te vinden, want er zijn kleine fascinators voor echt elegante, chique bruiloftfeesten. En eigenlijk hele casual zomerhoeden. Dus, maakt u nou ook hoeden of draagt u ze alleen? Mijn moeder draagt heel graag haar atelier later open aan mij, maar ik betwijfel of ik het zou kunnen. Want dit is echt heel ingewikkeld werk. Ja. Het is een vak hoor. Het wordt vaak een hoedje voor carnaval zelf maken, maar het is echt een vak. En ik wil ook heel erg graag dat het als zodanig gezien wordt. En ik heb hier vandaag ook aan de kraam dan mensen die dan een beetje schrikken van de prijzen. Het zijn natuurlijk geen prijzen van de H&M of van de Bijenkorf. Ieder exemplaar is uniek, handgemaakt en vaak ook op maat gemaakt. Dus je krijgt echt een couture stuk. En ja, daar hangt een prijskaartje aan. Maar als ik het dan vergelijk met de Haagse en Amsterdamse prijzen, dan denk ik nou, valt dat mee. Maar waar komt u vandaan? Asten, de Peel, hier vlakbij in Helmond. En ik heb deze markt ook aangegrepen om mijn naam een beetje in Helmond op de kaart te zetten. Want Helmond heeft een burgemeester die ik heel vaak met een hele leuke hoed zie. Dus wie weet. Heeft u nou ook nog specifiek een werkgebied of een vaste cliëntele? Ik heb van Den Haag tot Bergen op Zoom. Ik heb in Bergen op Zoom heb ik een winkel waar mijn hoeden verkocht worden. In Eindhoven doe ik aan modepresentaties mee in een modezaak. En als die klanten hebben, want dat is eigenlijk mijn manier van werken. Ik heb een range van hoeden die ik maak, maar ik maak het liefste persoonlijk op maat. Dus als een klant een hoed nodig heeft, dan heb ik het liefste dat ze met hun kleding, schoenen en eventueel tas nog bij mij komen. En dan kan ik op maat en op kleur, passend bij de kleding en de persoon, kan ik iets maken. Dat doe ik ook het liefste, vind ik ook de grootste uitdaging. En ik krijg net als vandaag weer zoveel vrouwen, ook mannen, aan de stand hier, die zeggen van, ja, maar ik heb geen hoedenhoofd. En op ieder hoofd is iets passends te maken. En dat vind ik de uitdaging ook. En